20 jaar geleden. Ik ben nu 61. Toen ik 40 was, was ik onbeduidelijk bang voor de dood. Maar nu ik dood ben, valt mee. Het valt echt. Het valt enorm mee. Toen ik 40 was en mijn kinderen heel klein waren. Dat vond ik verschrikkelijk. Toen dacht ik, ik moet niet doodgaan, want die kinderen. En nu ik ouder ben en de toekomst korter is geworden. Dat is zo, 61. Ja, nu heb ik er. Meer ben ik er rustiger onder. Maar ik moet nog heel veel doen. Ja. 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 Is dat een volle leven, dat gretig leven? Is dat iets wat alle van het Heks verbindt? Of wat jou Joep maakt? Het komt wel een beetje uit mijn ouders. En het komt ook wel uit mijn vader en moeder. Ja. Er werd wel bij ons thuis. Er werd wel genoten. Er werd lekker gegeten. We komen uit een gezin van 8 kinderen. Ik was de 7e. Er werd lekker gegeten. Er werd lang gegeten. Er werd goed ruzie gemaakt. Er werd veel gelachen. En mijn broer is aan hart overleden. Maar daar moet bij. Die had vanaf zijn 16e 3 pakjes gerookt per dag. En dan nog 10 sigaren erbij. En hij lust ook nog wel een borreltje. Dus het was niet helemaal plotseling, laten we het zo zeggen. Het was wat hij zelf ook vlak voor zijn dood zei. Als morgen gebeurd is, ik heb er alles aan gedaan, Joep, zei hij. Maar toen was hij wel 3 dagen later was hij overleden. En toen was de grap minder leuk. Ja. Er waren thuis ook veel platen. En op die platen stonden dan prachtige cabaretnummers. Je ging ook met je vader naar optredens, naar cabaret kijken. De klassieke muziek hadden we heel veel. Opera. Mijn vader was een heel groot opera-liefhebber. En cabaret. Ik ga geen namen noemen, maar hij zei ook, toen ik zei dat ik cabaretier wilde worden, noemde hij wel een paar namen waar ik nooit op mocht gaan lijken. Heb je daar goed voor gezorgd dat je nooit op die naam zou? Nou, mijn vader zei tegen mij toen ik ooit. Ik was een jongetje van 9 jaar oud in 1963. En ik weet nog steeds niet waarom, maar mijn ouders gingen naar Toon Hermans. En in die tijd kon je heel moeilijk kaartjes krijgen voor Toon Hermans. En opeens mocht ik mee. Misschien had ik dat al als klein kind gezegd, dat ik graag iets in die richting wilde. En ik mocht mee. En toen ik weet nog precies de rij waar ik zat. En dat Toon Hermans kwam op met die ballonnen. En toen keek ik om in dat grote carré. En dat werd in één keer een klein kroegje. En dat hele carré lachen om die Toon Hermans. En toen dacht ik, dit wil ik. Dit, wat een vak. Wat een mooi jeetje. En gewoon gaan staan en mensen het lachen maken. Wat leuk. En toen stapte ik in de auto terug. Wij woonden in Naarden, dat was 12 kilometer. En zei tegen mijn vader, papa, ik weet het. Ik word Toon Hermans. En toen zei mijn vader, goed zo, de eerste grap heb je al gemaakt. Toen wist ik niet dat ik Toon Hermans wilde worden, maar ik wist dat ik dat wilde. Ik wist dat ik mensen aan het lachen wilde maken en mensen wilden wijzen en niet zomaar aan het lachen maken. Ik wilde ze wijzen op wat er op de tijd en wat er is maar altijd met een. Met een grap, met een lach, weet je, dat je dus de mensen bewust maakt van waar ze mee bezig zijn en wat het leven is, wat het leven inhoudt, waar ik trouwens ook niet van weet wat het inhoudt, maar wat ik ongeveer denk wat het inhoudt. En daarmee gewoon een hele avond onbedaarlijk lachen met zo'n zaal, dat is wat ik probeer. Wat houdt het in voor jou, het leven? Je zegt ongeveer, probeer ik het wel te weten te komen. Het in elk geval leuk hebben, met elkaar. En niet zeiken. En absoluut niet zeiken. Je hebt bij ons in Nederland heb je zo'n programma De Rijdende Rechter. Dat is al 12 jaar. Waar mensen over een gootje, werkelijk met z'n tweeën. En dan hebben we al 12 jaar ruzie over een gootje. En dat is, ik lach me dus helemaal de tyfus als ik dat zie. Ik ben er bijna verslaafd aan. En dan komt er weer zo'n vrouw met zo'n, die zo op de broer lijkt, weet je wel, zo'n kapsel. En die gaat het dan allemaal zeggen. En denk je, mens, ga neuken. Ga wat doen. Maak er wat van. Of ga op een skelter zitten. En ga heen en weer rijden. Maar doe iets.